In het lichaam-geestdebat is alleen een fysicalistische of materialistische visie op de relatie tussen lichaam en geest serieus te nemen. Een van de materialistische posities is de identiteitstheorie, waarin gesteld wordt dat mentale toestanden identiek zijn met bepaalde hersentoestanden. Jack Smart is een van de filosofen die dit verdedigde. Zo is pijn bijvoorbeeld identiek met hersentoestand X. Als dit klopt, dan kan een wezen dat zulke hersentoestanden niet kan hebben, nooit pijn ervaren. Maar het lijkt er toch op dat dieren met verschillende soorten hersenen wel degelijk allemaal pijn kunnen hebben. Pijn lijkt meervoudig realiseerbaar te zijn, wat de identiteitstheorie in de problemen brengt. Een materialistische positie in het lichaam-geestdebat die deze meervoudige realisatie serieus neemt, is het functionalisme, zoals we dat bij Hilary Putnam vinden. Hierbij is niet het materiaal of de manier waarop hersenen een mentale toestand realiseren essentieel, maar de functie die de mentale toestand heeft tussen input, output en andere mentale toestanden. Het verwerken van input zou volgens het functionalisme symboolmanipulatie zijn, volgens bepaalde regels, zoals dat in een Turingmachine gebeurt. Een van de belangrijke problemen is dat symboolmanipulatie volgens regels niet tot betekenis leidt, en dat ze betekenisvol zijn, is precies een van de belangrijke eigenschappen van mentale toestanden. Een ander probleem is dat in het functionalisme alle informatie stap voor stap verwerkt wordt, en dat als één stap ontbreekt, of als er ergens iets stuk gaat, dat dan het hele proces stilvalt. De functionalistische visie op de geest is daarmee problematisch, want het is duidelijk dat als er bij ons een neuron stuk gaat, dat dan het informatieverwerkingsproces gewoon doorgaat. Het connectionisme is een positie in het lichaam-geestdebat die start met te bekijken hoe de structuur van het brein in elkaar zit. In het brein zijn neuronen niet alleen serieel met elkaar verbonden, maar ook parallel. Het is een geheel van neurale netwerken. Input wordt daarbij niet alleen serieel, maar juist parallel verwerkt. Zo valt licht bijvoorbeeld op heel veel zenuwcellen in je netvlies tegelijk en zenden al die zenuwcellen tegelijk signalen naar de hersenen. Connectionisme start met het kunstmatig maken van kleine neurale netwerken. De eenheden hier zijn geen neuronen, maar units. Er is in zo'n eenvoudig netwerk allereerst een laag van input units die te vergelijken zijn met de lichtgevoelige cellen in ons netvlies. Input in deze eenheden wordt doorgestuurd naar een tussenlaag en daarna naar een outputlaag. Dit gebeurt niet alleen serieel, maar dus ook parallel. De verbindingen tussen de eenheden hebben bepaalde sterktes die weights genoemd worden. Zo kan input unit A een sterker signaal naar tussenunit B sturen dan naar tussenunit C. Als we een nieuw netwerk hebben dat nog geprogrammeerd moet worden, dan zijn die weights random ingesteld. Een voorbeeld van zo'n netwerk is een gezichtsherkenningsnetwerk dat foto's van gezichten als input krijgt. Het moet dan aangeven of het wel of geen gezicht is en of het om een man of een vrouw gaat. De inputlaag is nu geen rijtje eenheden, maar een tweedimensionale inputlaag die bijvoorbeeld de grijswaarde van de pixels van de foto als input krijgt. Stel dat we als output twee units hebben, waarbij we de eerste unit een output van 0 willen laten geven als het geen gezicht is en een output van 1 als het wel om een gezicht gaat. De tweede output unit moet een 1 geven in het geval dat het gaat om een foto van een vrouw en een 0 als het gaat om de foto van een man. In eerste instantie zijn alle weights random ingesteld en zal de output dus ook random zijn. Bij een foto van Angelina Jolie zouden we de output 1-1 willen krijgen en bij die van Brad Pitt 1-0. Maar in beide gevallen zullen we iets van een half en een half krijgen. We moeten dan de weights veranderen en kijken of er dan verbetering optreedt in de output. Het is een lang proces waarin we het netwerk langzaam de weights geven die de juiste output oplevert. Het is alsof je geblinddoekt een berg afloopt. Stapje voor stapje kom je dichter bij je doel en je weet van tevoren niet welke weg je moet nemen. Programmeurs weten ook niet van tevoren wat de waarden van alle weights moeten zijn. Maar uiteindelijk werken zulke systemen wel en kunnen ze gezichten van bijvoorbeeld asbakken onderscheiden en mannen van vrouwen onderscheiden. Het connectionisme neemt net als het functionalisme de meervoudige realisatie van het mentale serieus. Een neuraal netwerk kan van biologische neuronen gemaakt worden, maar ook van kunstmatige eenheden die van heel ander spul gemaakt zijn. Ook kan de manier waarop de input verwerkt wordt verschillend zijn, doordat van twee systemen die beide gezichten kunnen herkennen, bijvoorbeeld de weights, heel anders ingesteld blijken te zijn. In tegenstelling tot het functionalisme levert dit model een biologisch realistischer beeld op van de geest, omdat als hier een unit stuk gaat, het systeem nog steeds werkt. Ook het Chinese kamerargument kan gedeeltelijk weerlegd worden, omdat in dit soort systemen semantisch gerelateerde zaken syntactisch op een gelijksoortige manier gerepresenteerd worden en er dus wel een relatie tussen syntax en semantiek is. Het connectionisme is dus als theorie over het mentale en hoe het mentale in de rest van de fysische wereld past, lang zo gek nog niet. Toch hebben sommige filosofen een probleem met het connectionisme
en dat is een probleem dat ze ook hebben met de identiteitstheorie en het functionalisme. Volgens deze drie materialistische theorieën lijkt het voldoende te zijn om de relatie van het mentale tot het brein te begrijpen, om te snappen hoe het mentale in de rest van de fysische wereld past. Met andere woorden, het zijn breincentrische theorieën. Volgens sommige filosofen kan je het mentale niet begrijpen als je alleen naar het brein kijkt, maar moet je ook kijken naar de rest van het lichaam en de omgeving om echt te kunnen begrijpen hoe de geest in de rest van de fysische wereld past.